Joshua Brenet, die dan is gehuurd van Hoffenheim. Hij moet dan toch minuten gaan maken, verwacht je bij Vitesse. Joshua Brenet, hij maakt zijn eerste minuten in het shirt van Vitesse. Het was iets bijzonders, zoals bij elke club waar ik heb gedebuteerd. Het is weer een nieuwe ervaring. En ik ben gewoon blij dat ik hier mag zijn. Had je verwacht dat je zo snel op het veld zou staan? Of tijdens de wedstrijd op het veld zou staan? Eigenlijk niet zo snel, omdat we hadden een hele plan eigenlijk lopen. Alleen ik was wel blij dat ik weer even na een lange tijd weer op het veld mocht staan. En ook al was het maar 10 minuten, was meer dan genoeg. Dan afgelopen weekend tegen PSV. Als je dan terugkijkt naar je eigen spel, ben je daar tevreden over wat je hebt laten zien afgelopen weekend? Ja, ik kan wel tevreden zijn na zo'n lange tijd. Weer aan de basis begonnen. Ik voelde me lekker. Hoe ik net al zei, het team draaide goed. En wij zelf daarentegen hebben weinig kansen weggegeven. Mijn taak is natuurlijk verdedigen. En dat is op zich wel geluk. Een van de belangrijkste mensen eigenlijk niet echt gezien hier taren. En ik had gewoon mijn job gedaan. Alleen jammer genoeg dat het niet genoeg was. Om de winst thuis te houden, maar ik kan wel tevreden zijn. Ja. Je zegt een basisplek. Je lijkt misschien wel langzaam een basisplek te veroveren. Wat doet dat met jou als persoon? Ja, het maakt je meer zekerder. Je staat gewoon weer goed in je schoenen. Het belangrijkste voor mij is gewoon om minuten te maken. Je staat weer positief erin. Naar hoe je er voorheen in stond en ik denk dat dat het belangrijkste is. Nu heb je je naam mogen toevoegen aan een wand met heel veel namen. Ken je het concept van andere clubs? Wat ik heb meegemaakt bij de andere clubs is meer met foto's en alles, maar dit zijn meer met namen. Dit is wel apart en het ziet er zeker mooi uit. Je ziet ook als je goed kijkt veel verschillende grote namen en ik vind het prachtig om te zien. Dan nog even tot slot, dit weekend PEC. Volgens mij heb jij wel goede herinneringen aan de tegenstander PEC. Ja. Ik scoorde een fantastische goal nog tegen PEC. Dus ik heb wel goede herinneringen tegen PEC. Ja. PEC ligt wel lekker, als ik het zelf mag zeggen.